Ik ben Blue en ik ben een jongetje en... Ben je een smurf? Ben een smurf? Ben jij een smurf in de film? Nee. Dus wat ben jij dan? Een jongetje. En wat doet het jongetje? Spelen. Hij eet taart, hè? Jij eet taart. En ik ben Hekkes. En Hekkes is een nepsmurf. Hij is een grijze smurf die heel graag blauw wil zijn. En Hekkes is niet de slimste van het stel. Dus dat ben ik. Hekkes is gemaakt door Gargamel. En hij wil graag smurf worden, maar ik weet nog niet of hij die smurf wordt. Ik heb nog niet alles gezien. Ik zit nog midden in die opnames. Ik heb nog geen idee. Het is een uitdaging, maar sowieso is een tekenfilm inspreken een uitdaging. Kijk, zeker voor hem, als je 6 bent is alles een uitdaging. Maar ook als je 47 bent is alles een uitdaging. Eerst een stukje kijken en toen het nazeggen. Opa Fixter! Je hebt een smurf in je mond. Want dacht ik, weet je, ik moet hem vragen gewoon. En toen zei van, lijkt het je leuk om in een film te spelen van de smurfen? Zijn ogen open, ja. Toen zei ik, ja, maar we moeten eerst testen of het wel kan. Want er zijn meer kinderen die dat willen. Dus eerst moeten we testen en als het goed gaat, misschien mag het dan. Dus, toen uiteindelijk hebben we getest en het ging eigenlijk heel goed. Dus eigenlijk heeft de auditie goed gedaan, niet door mij. Ik wil op school vertellen. Wil je het op school vertellen? Ja, maar wat ga je op school vertellen dan? Dat we gingen kietelen. Dat ik ging kietelen? Ja! Hij moest heel veel lachen, dan ging ik hem kietelen. Hij moest allemaal lachjes hebben, dan ging ik zo kietelen. Dan moest ik komen. Hier heb je een lachje. En die lachjes zitten dan in de film. Nee, ik vond smurfen gewoon leuk. Ik kan me nog herinneren, ik ben zo oud dat ik nog weet dat er ineens een smurfin was. Dat ik arme smurfin. Wat moet je met al die mannen doen? Maar ik vond de smurf altijd wel lief. Wat zingen ze ook alweer altijd? La 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 la.